ben heel blij van toch nog redelijk veel volk te zien. Want het is allemaal weer op korte tijd moeten gebeuren. En één persoon heeft alles moeten organiseren. En de stoet en de dans namiddag. Dus proficiat aan mijn dochter, want ik vind dat ze daar wel een pluimpje voor verdient. We hebben ook echt een show zoet voor Mechelen. Je moet dat niet vergelijken met Halen en met Aalst en zo. Maar voor Mechelen hebben we vanmorgen echt een schone stoet. En dan zou ik nu graag onze prinses met jou vervolgen. Onze jeugdprinses, onze jeugdkeizer. En zeker om vast niet te vergeten onze voorzitter naar voren roepen, alsjeblieft. Ik was natuurlijk ons keizer in vergeten. Dat is omdat onze keizer altijd op zijn gat blijft zitten en dat is dan mee. Dan ga ik nu onze voorzitter het woord laten voeren. Ja, goedemiddag iedereen. Ik ben heel blij met de talrijke opkomst toch wel. Ik had het niet verwacht. Omdat het inderdaad nogal last minute allemaal is. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik denk dat we ook een heel mooie delegatie hier op het podium staan hebben. Onze stadsprinses Joske met haar hofdame en haar hofmaarschalk. Onze jeugdkeizer en als jeugdprinses en haar hofdame en onze stadskeizerin. Ik denk dat we vier mogen zijn en we kunnen alleen maar duimen op morgen even goed weer als vandaag. Ze geven wel niet zo schitterend, maar we kunnen alleen maar duimen natuurlijk, hè. En laat er ons vandaag een fijne namiddag van maken. Dank u wel. Goedemiddag. Ik dank alle mensen die aanwezig zijn. En ik sluit af met 3 malen Allah, Allah, Allah. Is er nog iemand van de jeugd? Nee? Ja, dus, ja, ik zeg dan nee. Is er, hè? Bedankt geworden. Ik zou graag iedereen willen bedanken die er vandaag aanwezig is. Zo, het zijn geen praters precies. We gaan in ieder geval, het is vandaag wel de bedoeling van niet te veel protocol. En hopelijk wordt er wel gedanst, want daarvoor zit Michael hier. En dan zou ik nu graag wel een aftreden voor deze prominenten hebben, dat we het feest kunnen beginnen. En ik zou dat eigenlijk wel graag met speciaal Lieke doen. Ik heb aan Michael, ja, Lieke gevraagd, speciaal voor mijn dochter. Dus ik vind dat een fantastische tekst en ik vind dat ze dat verdient. En echt, je zult morgen zien, ze heeft dat heel goed gedaan voor die stoet. Ondanks dat ze heel nerveus was natuurlijk. Maar ze heeft dat prima gedaan, want ik woon ondertussen aan de zee. Dus van mij heeft ze niet veel hulp. En dan nu een aftreden voor de prominenten, alsjeblieft. Schreef het van de dagen, voor ik het weet.
zorgen te maken.